Hey iedereen, Leslie hier. Sorry voor de slechte belichting, zeg maar. En dit is dus geen written song of favorite review of Uberschrijf review of een Wesley review of zo, weet je wel. Of een vraagstuk video. Maar wat ik net te horen gekregen heb, is dat sinds vandaag, 26 maart, dat een grote meerderheid van het Europees Parlement voor artikel 13 heeft gestemd. Dat betekent dus dat binnen 2 jaar upload filters worden toegepast op het internet en dat heel veel gecopyright materiaal geblokkeerd zal worden voor mensen buiten de Europese Unie. En dat creëren en delen van dingen op het internet helemaal onmogelijk gemaakt wordt. En de vrijheid van meningsuiting ook heel erg beperkt wordt. En artikel 11 is ook, heeft ook een meerderheid gekregen uiteindelijk. Ja, het is heel triest dat het, ondanks wat we allemaal gedaan hebben, ondanks die protesten en die 5 miljoen handtekeningen, dat dat gewoon genegeerd wordt, dat een groot gedeelte van het Europees Parlement ingestemd heeft met de uploadfilters. En dat hebben we het meest te danken aan de conservatieve partij, volgens mij de EPP, volgens mij. En kijken, de Sociaal-Democraten volgens mij. Het zijn van die fracties in het Europees Parlement waarvan een grote meerderheid voor artikel 30 gestemd heeft. Dus. En ja, het is wel triest, maar we kunnen hier het niet bij laten zitten, zeg maar. Want we kunnen natuurlijk wel wat doen. Want we kunnen hier ons nog steeds tegenaan verzetten eigenlijk. Wat je ook bijvoorbeeld kan doen, op zaterdag 6 april zal een landelijke demonstratie gehouden worden bij het Centraal Station in Amsterdam rond 12:15 middags tegen artikel 13. En als je denkt van, hè, want ik wil graag wat doen, doe dat, want ik ben er niet mee eens. Eigenlijk is helemaal niemand in Europa het er mee eens. Vooral de mensen die in Europa wonen. Als je denkt van, hé, ik wil graag meehelpen, doe dat. Wat je ook kan doen, is er is ook een dingetje wat je kan doen, maar daar moet je wel wat langer op wachten. En dat is wachten tot de Europese verkiezingen hier in Nederland. Dat is dan op donderdag 23 mei. Ik zal ook even zeggen wie van de Nederlandse Europarlementariërs voor artikel 13 heeft gestemd. En dit zijn namelijk mensen van volgens mij van de CDA, zeg maar. Van Nederlandse leden van de EPP, zeg maar. En ze heten Esther de Lange, Annie Schreier-Pierik, Jeroen Lenaars, Wim van den Kamp en Lambert van Nistelrooy. Dat is, zeg maar, technisch gezien de Europese CDA-fractie, zeg maar. En raar genoeg hebben mensen van de SP ook voorgestemd, zeg maar. En dat, of nou ja, niet echt voor, maar Europees parlementariër van de SP, Dennis de Jong, heeft bijvoorbeeld gezegd, ik stemde eerst tegen, maar nu stem ik ineens voor. En ja, de heer, uiteindelijk heeft hij zich onthouden, zeg maar. Zoals dat geldt ook bijvoorbeeld voor Annemarie Mineur, zeg maar. Want die heeft zich ook onthouden voor het stemmen, zeg maar. Oh, ik zie ook Anja Hazekamp staan, maar die hoort daar niet bij, zeg maar, bij de mensen die voorstemmen. En ik zal ook even de mensen benoemen die tegen artikel 13 gestemd hebben. En dat zijn echt de grote helden waar ik echt heel veel respect voor heb. En dat zijn van de Groene Partij, zeg maar. Dit zijn van mensen van GroenLinks, dus Bas Eickhout en Judith Sargentini. Van de PvdA zijn dat Agnes Jongerius, Katy Perry en Paul Tang. De Europese leden van de PVV, dat zijn bijvoorbeeld Auke Zijlstra, Olaf Stuger en André Elissen. Die hebben ook tegen artikel 13 gestemd. Van de Europese leden van D66, die ook tegen artikel 13 gestemd hebben, is lijsttrekker Sophie in het Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, en Marietje Schaken en Matthijs van Miltenburg. De Europese leden van de VVD, die ook tegen artikel 13 gestemd hebben, zijn Johannes Cornelis van Balen, Jan Huytema en Caroline Nachtegaal van Doorn. Kijk, dan hebben we hier ook nog van de ChristenUnie, die tegen artikel 13 heeft gestemd, was maar één, is Peter van Dalen van de ChristenUnie en Bastiaan Belder van de SGP, die ook tegen gestemd heeft. Ja, dus dat waren dus alle mensen die voor of tegen gestemd hebben. En als je denkt van, hè, want wat je ook kan doen is gewoon stemmen op de Europarlementariërs die juist tegen artikel 13 waren. En ja, ik weet het, we zijn het niet met elkaar eens over links en rechts of midden of weet ik veel wat, of onafhankelijk, weet je wel. Maar kijk, het boeit mij totaal niet of je op de PVV stemt, of Forum voor Democratie, op de Piratenpartij, op GroenLinks, of D66, of de VVD. Maar het punt is, wij moeten nu met z'n allen de krachten bundelen, want die hele fractie van de CDA, zeg maar, die heeft voorgestemd en de SP heeft ons een beetje de middelvinger opgestoken tegen om ons te helpen eigenlijk. Ze hebben ons een beetje in de steek gelaten
om het zo maar te zeggen. Als de Europese op 23 mei komen, dan zou ik zeggen, stem op deze mensen. Ook ondanks op welke partij, van welke partij ze zijn. En stem dus niet op deze mensen. Door de EPP is het zo gebeurd dat artikel 13 binnenkort van kracht zal gaan. En als je echt niet kan wachten, zou ik zeggen, doe dan mee met die gele hesjesactie in Amsterdam bij het Centraal Station op 6 april om 12:15. Oké? Nou ja, ik wou dat ik iets verder kan doen. Wat we ook moeten doen, we moeten Julia Reda, een lid van de Europese Piratenpartij, moet gewoon blijven steunen. En natuurlijk moeten we met z'n allen samenwerken om ervoor te zorgen dat het internet open en vrij blijft. En dat artikel 13 zo snel mogelijk van tafel geveegd zal worden. Het zal alleen gebeuren als we besluiten om niets te doen. Dus doe mee met die gele hesjesacties en stem vooral op de mensen die juist tegen artikel 13 waren. Want voor hun verdienen het wel het meest. Want het zou kunnen dat de Piratenpartij ook meedoet, maar het is nog niet bekend hoe en wat, wie er allemaal meedoet. Maar als ze meedoen, dan zou ik zeggen, stem ook zeker ook op hun, zeg maar. Want als ik hoor dat de Piratenpartij ook meedoet, zal ik zeker ook op hun stemmen. Maar het maakt op zich niet uit op wie je stemt, zeg maar. Stem op degene die tegen artikel 13 waren, die ik al eerder opgenoemd heb. Oké? Okay? Ja, ik hou het dus hierbij, want ik moet nog verder werken aan andere video's. Dus laten we met z'n allen het internet overvrij houden, oké? Okay? Peace out. Hashtag save your internet. Meine Damen und Herren, drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. 5 Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Zweitens, noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Kavada, E-Mails kämen von Bots. Die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet. Und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt gehen, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit den Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnungen vor Uploadfilter vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren. Drittens, niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen, nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte, denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Damen und Herren, das Tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert, die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen. Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderungen durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz, es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der Bevölkerung vertritt. Deshalb müssen wir Artikel 11 und 13 streichen. Dankeschön.